Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland en die bewolking blijft bijna de hele dag hangen. Uit de bewolking valt soms een spatje regen of motregen, maar die hoeveelheden zijn vrij klein. En de zon, die heeft het dus moeilijk, maar breekt slechts af en toe door. Temperaturen vanochtend 10 tot 12 graden en vanmiddag stijgt het kwik dan naar 13 à 14 graden. Dat is de normale waarde voor deze tijd van het jaar. En ook vanmiddag dus van tijd tot tijd wat gespetter en slechts op een enkele plek zon. De windwaarde uit het zuidwesten is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Ook vanavond en vannacht hier en daar wat regen, maar ook flinke droge perioden. En de temperatuur daalt in de loop van de nacht naar een graad of 10. Morgen overdag houden we veel bewolking met af en toe zon. En ook hier en daar wat lichte regen of motregen. Dat is dan vooral voor de ochtend en middag. In de avonduren gaat het harder regenen, het eerst in het zuidwesten. Zaterdagochtend trekt dat regengebied weg, daarna wordt het eindelijk beter weer. Vanuit het westen gaat geregeld de zon schijnen. Zondag blijft het dan de hele dag droog en ook dan schijnt geregeld de zon. Maandag neemt de kans op een buitje weer toe. Kwik licht naar 14 à 15 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.